In dit filmpje gaan we bekijken of je nabespreking voor de examens in orde staat. Daar bestaat een Word-document van, dat wordt meestal gepost bij de portaalberichten die dat daartoe dienen. Je kan dat altijd bij mij opvragen per mail als je dat niet hebt. Het document zit er ongeveer zo op. We gaan die vier stappen, dat zijn vier vragen die gesteld worden, eens even in de praktijk doorlopen. Vraag 1 is, heb je de community nabespreking examens in lijst staan? Als je een nieuwe lector bent, dan heb je die niet. Maar een bestaande lector zou, als je op My Toledo klikt, in de rechterkolom bij My Communities nabespreking examens moeten zien staan. Die staan alfabetisch, dus daar zou je bij de N nabespreking examens moeten zien staan. Dit is de community waar ook alle studenten in zitten en de studenten zien dit als ze aankomen. Afhankelijk van waar je les geeft, ga je dus bijvoorbeeld een lector van Paolo, op Paolo klikken en kijken of je naam hier tussen staat. Staat je naam hier niet tussen, dan kan je zelf niet verder. Heb je die community ook niet, dan kan je zelf ook niet verder. Dan moet je mij een mailtje sturen met de vraag van jou daarin te zetten. Sta je er niet in, dan heb ik een code nodig, een Tolinte-code. Dat is de code die terechtkomt achter de knop klik hier. Nu, die moet jij aanmaken, dat zien we straks ook wel hoe precies dat moet. Ik ga even bij mevrouw Bossé klikken hier. Als ik hier klik, hier klik, dan komt er een lijst open en dit is wat studenten te zien krijgen. Studenten kunnen dus hier door schrijf in gaan schrijven op een bepaald uur, zoals je hier links ziet. Mevrouw Bossé heeft 11 uren, 11 momenten voor 0 of 2 studenten. Dat is vraag 1 van de lijst, sta je in die Toledo-cursus. Vraag 2, staat je naam in die lijst? Daar kan je dus alleen, als je nabespreking hebt, zien of je naam hier tussen staat. Bij Basel of bij Baal of waar je ook moet staan. Als je naam niet in de lijst staat, dan moet je een nieuw event aanmaken. Om dat te doen, gaan we even uit die cursus weg. We klikken bovenaan op admin. Dus hier in het midden op admin, wat nu rood is. En daar klik je Tolinto. Je gaat nu een nieuw event aanmaken. En dat nieuwe event is de inschrijflijst voor de leerling, voor de student. Daarvan heb ik dus de code nodig. Je ziet hier onderaan dat ik al een heel wat events heb. Dat is van een aantal collega's die dat samen met mij delen. Maar jij gaat dus klikken op nieuw event aanmaken. Titelomschrijving, daar klik je op titel. Ik schrijf hier nabespreking examens met Frank van der Weijer. Ik klik opslaan. Omschrijving, hetzelfde bijvoorbeeld. Nabespreking, voilà, opslaan. Bij beheerders, als je hier niet zo goed in bent, kan je hier beheerder toevoegen kiezen en FRW YE tikken en dan toevoegen. Dan zie je dat Frank van der Weijer, ik dus, ook jouw lijst kan zien. Dat hoeft niet per se, maar het mag. Bij opties, als je dat openklikt, dan kan je zelf gaan bepalen of deelnemers zich al dan niet mogen uitschrijven. Dus als ze zich vergissen, dan kun ik zelf corrigeren. Of ze mogen zien wie er komt. Ik laat dit altijd openstaan, maar je zou kunnen zeggen dat dat niet nodig is. En dan het maximaal aantal ingeschrevenen tonen aan de andere deelnemers. Dat betekent gewoon, je kan voor elk event, voor elk uur, dus één student laten inschrijven. Maar zoals je net bij mevrouw Bossé zag, kan dat ook voor twee personen zijn. De eventonderdelen hier onderaan, als je daarop klikt, dat zijn de uren. Hier ga ik 15 uur schrijven, bijvoorbeeld, of ik ga 13 uur nemen, tot 13 uur 15 bijvoorbeeld, opslaan. Omschrijving laat ik open, opties, maximum aantal inschrijvingen. Dat kan ik veranderen en dat ga ik op 2 zetten. Je kan even goed voor 1 kiezen. Als dat op 0 staat, uiteraard kan er niemand inschrijven.
En dan ben je met dit event klaar. Nu, om te vermijden dat je elke keer al die kliks moet doen, met name het aantal inschrijvingen, klik je hier gewoon op clone. Dit kleine vakje hier, daarmee clone je dit event. En krijg je eigenlijk een kopie van het vorige. Zie je? Dan hoef je alleen enkel dit aan te passen. Dit uur wordt van 13:15 tot 13:30. Dat sla ik op en je raadt het al opnieuw, een clone en zo verder, tot je helemaal klaar bent. Zodra je die nabespreking examens van Frank van der Werk daar helemaal mee klaar bent, al die uren ingevoerd, ga je naar eventlijst. Jouw lijst zal niet zo lang zijn als de mijne. Ik ga hier even een zoekfunctie gebruiken om snel die terug te vinden. Zie je? Ik heb hier Frank getikt en dan komt in mijn eventlijst diegene eruit. Bij de i, die schuine i of dat potloodje dat hier staat, daarmee kan ik wijzigen. Het tweede is een overzicht. Daarmee kan je dus, als je hier bent, komen kijken wie is er nu precies voor mijn item ingeschreven. Op dit moment uiteraard nog niemand. En het derde, dat is wat ik nodig heb. Daar staat code. Als je daarop klikt, komt deze tekst tevoorschijn. Deze tekst, die kopieer je en die plak je in een mail aan Frank van Weer. Dus je maakt de mail frank.vanweer@kleuven.be. Code Tolinto. En hier schrijf je maar even Frank. Dit is mijn code voor, en specifieer daar graag ook even of je het voor Balo of Bazo, dat maakt mij het makkelijker, dan hoef je niet te zoeken. Je plakt daar code onder en je verstuurt het. Zo eenvoudig is het. Zodra je dit gedaan hebt, ga ik dan aan de slag met die code en ga ik in de nabespreking examens, dus bij My Toledo, je naam zetten. Je zal ook bericht van mij krijgen dat dat ertussen gezet is. En vanaf dan kunnen studenten klikken. Als je klaar bent, ga je dus naar, als je wil weten wie dat er ingeschreven is, ga je dus terug naar hier. Je zoekt je nabespreking en je gaat daar naar het overzicht. De volgende keer, volgend jaar of met juni of januari of de volgende examenperiode, hoef je dit niet helemaal terug opnieuw te maken. Je neemt gewoon de huidige die je dan gaat wijzigen, indien de uren moeten aangepast worden, of je recycleert hem. Wat is recycleren? Dat is die voorlaatste knop hier, recycleer. Dan gooi je eigenlijk gewoon de vorige studenten eruit en blijft alles leeg achter. Dat betekent dus dat hij dan gewoon klaarstaat. In de nabespreking dan nog altijd die juist dezelfde code, dan kunnen studenten zich in de volgende examenperiode dus gewoon hiervoor terug inschrijven. Voilà, zo eenvoudig is het. Veel plezier ermee. Als je er niet uit geraakt, mag je me gerust een mailtje sturen of mij bellen. Mijn telefoonnummer vind je terug op het portaal.